Met een wedstrijd wandelvoetbal tussen TEC en raads- en collegeleden van de gemeente Tiel werd vrijdag 17 oktober het nieuwe kunstgrasveld van TEC officieel in gebruik genomen. Met dit nieuwe veld kunnen de leden in bijna alle weersomstandigheden sporten. De ingebruikname ging gepaard met feestelijke activiteiten. Naast de wedstrijd wandelvoetbal organiseerde TEC ook een toernooi tussen de All-Star teams van de voetbalverenigingen in Tiel. Dus het was op zich was het voor ons een schitterende avond. Dan mag ik nu beginnen met de prijsuitreiking. Dan wil ik graag als eerste hier hebben de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur. Pieter, het is eerlijk verdiend, denk ik. He? Dank u. Het is een mooi aandenken voor jullie. Ja, we zullen hem zeker... Namens TEC, ja. Heel hartelijk bedankt. Ja, gefeliciteerd. En bedankt. We zullen een mooi plaatsje krijgen ergens in het gemeentehuis. Dus ik zal het de wethouder meegeven. Die is eigenlijk uitgevallen met een heupblessure. Daarom moest ik de hele tijd volmaken. Ze hadden niet de maat t-shirts die ik eigenlijk gewend ben. Maar ik heb genoten vanavond. Dank jullie wel. De gemeente Tiel vindt het belangrijk dat de inwoners van Tiel kunnen sporten, omdat dit bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van de Tielse inwoners. Daarom heeft de huidige coalitie in april 2014 met het Bloesemakkoord afgesproken om 500.000 euro te investeren in de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld voor TEC.